Nieuws in 1 minuut. Het ROC van Twente in Hengelo is vanochtend korte tijd ontruimd geweest. Iets na 9 uur werd een melding van brand gedaan. Er bleek een rookmelder af te zijn gegaan in de grote hal. Christian Kist is wereldkampioen darts geworden. De darter uit Vroomshoop versloeg gisteravond de als 8e geplaatste Engelsman Tony O'Shea met 7-5 in sets. Naast een beker strijkt de darter uit Vroomshoop €120.000 aan prijzengeld op. Na de winst ontstond er spontaan feest in Vroomshoop. Al week is de gezondheidsdienst voor dieren in Deventer druk met het Smallenberg-virus. Het virus zorgt voor misvormingen bij lammeren en kalfjes. In Deventer wordt hard gewerkt om alle aspecten van het virus in kaart te brengen en een tegenvaccin te ontwikkelen. Frank Oude Geerdink uit Albergen, slachtoffer van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk, heeft gisteren kort gesproken met bisschop Eijk. Eijk heeft beloofd dat er contact wordt opgenomen met de slachtoffers van seksueel misbruik.